Een personeelslid van me die heeft best lang gespaard voor een nieuwe auto en heeft mij gevraagd om met hem mee te gaan voor een aankoopadvies. Nou ja, wij dus naar dat bedrijf toe en die man voelde zich letterlijk bedreigd. We waren niet welkom, terwijl een auto kopen toch een enthousiaste aangelegenheid zou moeten zijn, wat dit keer uitliep tot een zware deceptie. Ik zit al 30 jaar in dit vak, maar ja. ik wil niet gevallen worden. Nou, daar gaan we je zo alles van laten zien. We zijn net langs een Alpina B6 afgelopen. Die is fabrieksnieuw gemaakt natuurlijk. Dat wil ik je ook laten zien. En maandagochtend gaan alle buckets de deur uit. Kijk, en dit zijn dus al die pakketten. Waarvan één natuurlijk die gouden met de prijs van 10k erin. Als je zo'n pakket al hebt besteld afgelopen week, dan staat hij hier nog. Want als je de voorwaarden goed hebt gelezen, dan lees je daar ook dat we ze aanstaande maandag pas allemaal de deur uit doen. Zodat iedereen de gelijke winkans heeft. Dus moeten eerst al deze pakketten de deur uit zijn. En er zijn er ongeveer, ja, dit hoekje is nog over, zeg maar. Ongeveer een 30, 40 emmertjes. Dat klinkt heel veel, maar dat is helemaal niet zo. Dus wil je nog zo'n pakket hebben, tevens ook bijna de helft wat erin zit, krijg je ook voor niks. Want de prijs is gewoon echt enorm laag. Maar dat doen we natuurlijk omdat we die 125.000 abonnees bereikt hebben. Dus, laatste kans. En natuurlijk als je die emmer thuis krijgt, niet te vergeten, als je die deksel eraf draait, eerst even een telefoontje erbij. Dus dat we je reactie op beeld hebben staan. Want dat wil ik natuurlijk in de uitzending van volgende week verwerken. En dan gaan we nu naar die verschrikkelijke aankoopkeuring. Vandaag gaan we voor een auto voor jou. We gaan kijken voor een Ford Focus. Ja, maar niet zomaar. Je moet wel even uitleggen dat het niet zomaar een Focus is. Het is een Ford Focus Finale. Alles erop en eraan. Waarom geen Fiesta ST? Ja, omdat ik toch gewoon groter wil. Ja, je wil gewoon een gezinsauto eigenlijk. Nou ja. Ja, niet per se dat je een gezin wil, maar je wil, ja, weet ik het wat. Weet ik Zoiets. Het wat jammer uitsproken. Hij heeft wel 6 versnellingen. Ja, maar ik probeer daar een beetje, dat ik ook een keer door kan trekken. Ja, dat doe ik eigenlijk niet veel, dat merk ik al. Nee, ja, het is... Maar ik zit ook meestal niet naast iemand in mijn auto. Nee, hè? Ook niet bij een date of zo? Nee. Nou, alsjeblieft op over dates. Ja? Nee. Dit gaat eruit, Rob. Had deze nou ook een keer schade gehad, Jan? Nee, niet echt. Ja, ik denk dat ik hem dan koop. Ik val niet op. Alle opties, BNO, audio. Perfecte auto. Dat is een 125 pk'tje. Ja, dat rijdt gewoon goed. Het rijdt gewoon heerlijk. Ah, hij wordt echt wel pittiger, hè? Ja. 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 Zitten er geen krassen of zo? Nee. Maar let ik helemaal op de weg. In plaats van op boosdoel. Oh. Hij wordt echt al... Maar hetzelfde met een vrouw, hè Jan, die moet ook goed fel houden. Hè? Ik zal gelijk eens even kijken wat ik heb gekocht, want misschien valt het wel tegen. Ja. Hier zitten een paar deuken in de deur. Wat deuken in de deur? Dat is niet waar, man. Schijven en blokken. En is die deur al een keer gespoten? Nee, man. Nee. Is nou die bumper een andere kleur? Nee, man. Kijk. En maar ook, hè? Ja. Als je dat nou 10 jaar lang niet had gedaan, dan had ik gewoon een Focus kunnen kopen, ST. Velgen. Geen schade. Nee, maar hij is vooral gewoon vuil. Hij is niet vies. Hij is niet vies. Hij ziet er wel uit, joh. Nou, we gaan eens even naar die Focus kijken. Ik ben benieuwd. Ik mag wel gewoon eerlijk zijn, toch? Ja, 100%. Kijk jongens, dit is nou wat ze zeggen fabrieksnieuw. Kijk eens hier, die remklauwtjes. Mooi, hè? Kijk dan. Dit heb ik nog nooit gezien zo. En het roest nu al, hè? Kijk dan. Als er dus geen 2K coating op zit. Regen. Kijk eens hier. Roestwater. Kijk eens, Jan. Nieuwe bus. Geen 2K coating. Alsjeblieft. Zo. Nou, even kijken. Goeiedag. Goeiedag. Dit is ook mooi, hè? Ja, dat is zeker mooi. Dat is het hoofdprijskaartje voor me. Het is alleen jammer dat ze met de deuren open laten staan. Dan gaat heel die nieuwe lucht die gaat eruit. De rode Focus. Hoi. Hallo, Rick van Sippend, aangenaam. Hoi. Hallo. Ja, wij komen eens kijken voor de Ford Focus Finale. Okay. Hij is zelf Ford liefhebber en hij zoekt zo'n auto. En hij heeft mij meegevraagd. Wat is het eigenlijk?
Ja, als u niet wilt dat we binnenkomen. Ja, sowieso. Oké. Okay. Ja. Maar als u dat niet wilt, gaan we hoor. Ik bedoel, we zijn er niet zo moeilijk in. Kijk er even naar, maar ik ben niet op de film in ieder geval. Oké. Okay. Nou, we zullen u met zo'n balkje... Ja, mooi. Ja, ja. Graag, oké. Okay. Een steenslagje. Die gesmeden velgen eronder, wel beschadigd, flink beschadigd. Qua geur is hij wel goed, denk ik. Het is wel netjes van binnen. Ook het dashboard helemaal afgestikt. Ja. Gaat dat elektrisch open? Nee. Nee. Een stuk groter. Oh, ik zie hier nog een Puma ST staan. Wacht even, moet ik ook wel even kijken. Kijk jij heel even rustig rond, kijk even snel bij die Puma. Ook wel grappig, Puma ST. €47.000 geld, hè. Oh, leuk zeg. Even voorzichtig in de stappen. Ja, dat is leuk, hè. BNO, open dak. Ja, ik moet wel zeggen, heel eerlijk. Je vindt hem niet mooi? Nee? Hij valt me toch tegen in het echt. Ik heb mijn twijfel. Ja? En meestal is mijn gevoel dan... Het moet toch een ST worden. Ja, dan moeten we €2.000 meer extra betaald worden. Dus dan wordt €17.000 voor jou. Ja, dit is goed meer aan zeggen. Nog meer betalen voor de oude scheidhok. Ik ben benieuwd wat hij dadelijk voor die Fiesta teruggeeft. Hoeveel geeft hij? Ik denk 12,5. 12,5 denk jij. Ik denk meer. Ik denk dat hij 14 geeft. Denk ik. Jij zegt 12,5, ik zeg 14. Ik vind het eigenlijk een beetje bedreigend. Oké. Okay. Ik vind het niet leuk. Ah, maar dat is absoluut niet de intentie van dit... Ik wil dat niet. Nou. Oké, okay, nou ja, dan is de keuze aan jou. Ja, dan mag ik even de sleutel maken. Alsjeblieft. Dan is het klaar. Zo ben ik niet gewend om auto's. Ik zit al 30 jaar in dit vak. Maar ja. ik wil niet gefilmd worden. Nou, geen vignalen. Nee, voor jou. Helaas. Nou, dan gaan we onze reis voortzetten. Terug naar Best. We gaan zo nog even wat eten. En dadelijk een fabrieksnieuwe auto behandelen. Want ik heb nog iets heel moois klaarstaan. En ja, Jan, ik zou zeggen, wordt vervolgd. Ja, absoluut. De zoektocht gaat verder. Oké, okay. Nou, tot in Best weer. Nou, terug naar de kern. Heerlijk, hier word ik weer vrolijk van. Zo'n aankoopkeuring is één grote deceptie. En dit is immers waar je het allemaal voor doet. Wat hebben we gedaan? Hij is gespoten. Denk je, hè? Hij is gespoten. Ja, een auto met 23.000 kilometer. Ik vind gewoon, het is geen schadeauto natuurlijk, helemaal niet. Maar hij had behoorlijk wat steenslagpitjes. Dus we hebben de voorbumper gedemonteerd en gespoten. De koplampen eveneens gedemonteerd en ook gespoten. Dus die zijn weer als nieuw. Ik vind zo'n mooie auto. Ik vind hem zo mooi. Ik ga er even in zitten ook. Kijk of ik niks in mijn kontzak heb. Nee. Voeten optillen. Hoppa. Hoppa. Jeetje, wat een auto. Ja. Ik weet niet waar dat ik moet beginnen. Ik vind het ongekend mooi. Alles is mooi mat. Dus we hebben met de interior mat cleaner alles schoongemaakt. We hebben niks vervangen. Niks gerestaureerd. De bodem wel overigens, maar daar kom ik zo pas mee. Het bijzondere aan deze is dat hij ook een Alcantara hemel heeft. En het dashboard is helemaal met leder bekleed. En dit noemen ze dan het Lavalina leder. Ja, wat een waanzinnige auto. En een toerenteller van een diesel erin. Gaat maar tot en met 6000 toeren. Dus hij heeft heel veel koppel bij laag toerental. Ja, dit is kunst, jongens. Dit wordt niet meer gemaakt. Een 4,4 liter V8.
die in de basis 333 pk leverde. De 645i of de 545i, gewoon een atmosferische motor. En toen dachten ze bij Alpina van nou, laten we daar eens een dikke föhn bij optellen. Inmiddels minimaal 500 pk en in de praktijk leveren ze vaak meer, misschien zelfs wel 600 pk. Met een koppel van minimaal 700 Nm en alles op de achterwielen. Nou ja, dan weet je wel hoe laat het is. We hebben dit helemaal schoongemaakt. Elk schroefje wat je ziet, alle klemmetjes, is wel gedemonteerd geweest. Gepolijst en daarna weer teruggemonteerd. Geldt ook voor het hang- en sluitwerk. Ja, dit is gewoon een snoepje. Maar het echte werk zat aan de onderkant. Kijk. Ja, dit is het, hè? Dit is het. Jemig, wat mooi. Niet normaal. Ik vind het zo mooi, dit. Ja, alles in de 2K. Even rustig tussen de spiegels doorlopen. Jeetje. Prachtig vind ik dit. Ik vind het zo mooi. Ja, deze auto is eigenlijk een volledige demontage geweest. Daarna alles schoongemaakt. Praktisch niks gestraald, want het is natuurlijk een auto met 23.000 kilometer. Maar wel alles heel goed schoongemaakt. Heel veel polijstwerkzaamheden, onder andere dus ook het uitlaatsysteem en einddempers. Deze stabistang is trouwens wel gestraald en gespoten, want er zaten wel beschadigingen op. In de 2K gezet, 24 uur uit laten harden en daarna alle kunststofkappen weer teruggemonteerd. Velgen erop, op de juiste newtonmeters vastgezet. En dan krijg je dit, een fabrieksnieuwe bodem van een Alpina B6. Ik word er elke keer toch weer rete enthousiast van. Zo'n oude auto die er als nieuw uitziet. En we noemen dat dan fabrieksnieuw. En ik probeer natuurlijk door middel van het poetsen wat ik elke dag doe, die passie een beetje over te brengen. En af en toe hebben we er ook een leuke actie bij. Omdat natuurlijk die 125.000 abonnees hebben nogmaals. En dat is gewoon niet niks. Dus ik pak hem er even heel voorzichtig af. We hebben nog ongeveer een 30-40-tal pakketten. En één daarvan wordt dus de gouden emmer. Krijg jij hem? En wat erin zit, is 10.000 euro aan waarde. Maar wat het precies is, dat ga jij zelf thuis ondervinden. Als je de deksel eraf draait. Dus ik wil jou heel hartelijk danken. En vergeet ook niet, als je de deksel eraf draait, dat er iemand even met een telefoontje staat te filmen. Want ik wil natuurlijk jouw reactie volgende week in de uitzending verwerken.